In de gloria. In de gloria. Hiep in de piep, hoera. Hiep in de piep, hoera. Welkom bij Gewoon Vlog 37. 37. Het is vandaag Quintens verjaardag. Woehoe. Dus duimpje omhoog als je dat leuk vindt. 39 geworden. Of 29. Ja, mocht ik willen. Oké. Dat duurt nog wel even. Nou, wij zijn vanavond flink aan het vergaderen met z'n allen. Over Oompa Loompa. Nee, wat anders, wat anders. Maar er zijn heel erg veel dingen in ontwikkeling. Ja, al een paar uur in goede volle gang. Zeker. Maar ik ga nu slapen. En volgens mij gaan ze hier nog even door. Ja, we zijn nog niet klaar. Nu wel. Nee. Ja, nee, blijf maar doorgaan. Oh, ik hoor net dat ze toch klaar zijn. Oké, nou, ik ga naar bed. Ik zie jullie later. Jawel, we hebben vandaag een studiodagje. Jee. Ja. Vanavond komt mijn Mindfarm langs. Gezellig. En dan gaat Daniel gaat weer stemopnames met ze doen. En dan, als ik uit mijn werk kom, dan gaan we het ook nog even over video's hebben. Dus, zin in? Ja, ik ben nog steeds niet helemaal lekker, zoals je kunt horen. En hij is net wakker. En net wakker, maar dat heeft niks te maken met hoe mijn stem klinkt. Dat is. Ik ben er doorheen aan het kletsen. Ja, zo, we hebben net lekker gegeten. Dat hadden we al gedaan. Nou, we hebben net heerlijk gegeten. Super lekker. En hebben we over een bedrijfsvideo gehad. En nu gaan we met mijn Mindfarm naar boven. Steven en Alice. Om de stemopnames te doen. En dan moet ook even een trachtkool naar binnen zien. Ja. Ik moet een beetje zachtjes praten, want we zijn boven ook bezig met het opnemen van meditaties. En er moet echt heel erg rustig voor zijn. Ik mis eigenlijk een beetje zo'n rood bordje zoals bij radio's of zo, weet je wel. Als in on-air of recording, dat je weet dat je stil moet zijn. Maar dat je ook weet wanneer je weer geluid mag maken. Dus dat is nu een beetje twijfelachtig. Maar goed, het maakt niet uit. Ik ben ondertussen verder het videoconcept aan het uitwerken. Want voordat ze naar boven gingen, heb ik nog even met ze gepraat. Om het idee wat helderder te krijgen. Het was echt heel erg nuttige informatie. Veel input gehad. Dus terwijl zij zeg maar aan het opnemen zijn, ben ik het ondertussen even wat meer op papier aan het zetten. En als zij klaar zijn met opnemen, gaan we nog even verder naar dit idee kijken. Dus lekker bezig, zo op de vrijdagavond. Het was een gezellige, productieve avond vandaag. Yes. Yes. Oké, dan. Hallo, wat zijn we aan het doen? Onderweg. Naar Bon Voyage. Yes. Ja, het is ook een soort van feestje. Het is een pre-party stream voor volgende week. En het is meteen een feestje, want het is een oude werkplaats. En schaafruit is naar nieuwe, dus het is echt heel erg leeg. Oh, je hebt honger. Okay. Wij gaan even in de trein zitten en we treffen Ivo straks op Amsterdam-Zuid en dan door naar de ACTA. Ja. Nou, een werkplaats naast radio. We zijn inmiddels op Station Zuid. Amsterdam-Zuid. En we gaan met de metro naar Isolator. Oh, ik kijk echt heel erg vertwijfeld, maar het is de Isolatorweg. Isolatorweg. Ivo loopt daar in de verte. Oh, daar hebben we Ivo. Daar komt hij. Alles op een godverdomme station is dit, behalve de kiosk. Bij deze een tip voor station Amsterdam-Zuid. Waarom zijn alle eetkraampjes dicht op zaterdag? Door refurbishment works. Oh, dus het heeft wel een reden. Als je weet wat dat betekent, dan weet je wat de reden is. Ik weet niet wat dat betekent, dus ik. Betekent renovatie. Het wordt allemaal gerenoveerd. Maar het is wel goed nieuws voor de kiosk, want die draait dan extra veel omzet. Ja.
Wij zijn op weg. Op steeds. Zo, super goede informatie. Hoppatee. Maar nu zijn we aan het lopen. We hebben de trein gehad, de metro gehad. We zijn aan het lopen. En nu zijn we aan het lopen richting de werkplaats. Nog steeds. Nog steeds. En ik ga even Daan helpen met de tas te tillen. Zometeen nog een update of we nog steeds aan het lopen zijn. Ja. De stream is al een paar uurtjes bezig en we hebben het goed naar onze zin. De laatste DJ is bijna klaar en ik ga met Ivo sowieso met de laatste trein naar huis. Maar volgens mij gaat het feestje nog wel langer doen. Dit was in ieder geval een succes. Yes. Later. Later. Het hoeft alleen nog maar. Later. 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 Doei. Later. Dag hoor.